Zeg, Benny, toen jij in het ziekenhuis lag, dan was daar toch die een dokter, die een kikker. Amai, die een dokter met zijn schouwkoentje, met zijn lekkere kikkerbilletjes. Ja, dokter Vogels. Nest Vogels. Wat is daarmee misschien? Ik heb eens gelezen dat als je een kikker kust, hij verandert in een prins. Belachelijk, zoiets kan toch niet? Maar jawel, alleen een rups verandert toch ook in een mooie vlinder? Ja, dat is waar. En waar heb je dat gelezen? In een sprookjesboek. Maar hoe vaak moet ik nog zeggen dat sprookjes niet bestaan? Amai, gratis, goed gewerkt. Het ziet er werkelijk fantastisch uit. Jo, ik ben blij dat ik eindelijk eens iets nuttigs kan doen. En wanneer is het allemaal klaar? Morgen, meneer het uh, Masker. Uh, morgen is het klaar. Wilt u misschien uh, ook een uh, neuzeke? Nee, dank u. Uh, hoe zit het met die auto? Maar, uh, kom maar eens kijken, meneer het Masker. Ik heb er stalen platen tegengevezen. En van voor en van achter een vangrail eraan gewezen. Maar, maar. Haha, daar staat je van te kijken, hè? En hier uw valse nummerplaten. Precies echt. Maar alleen, zo'n kader daar rond. Ah ja, ik heb dat geschilderd. Dat is een echt kunstwerk. Daar moet toch een kader rond. Knoeier, ik zal het zelf wel doen. Maar wat is dat? Wat doet mijn auto hier? Uw auto? Ja, hij was gestolen en nu staat hij hier bij u. Leg dat eens uit. Uh, meneer Toch, de politiehond, die heeft hij hier afgezet. Hij had deze achtergelaten auto in beslag genomen. Achtergelaten auto, nu nog fraaier. Kom, ik ben er terug mee weg. Dat, dat zal niet gaan. Hoe dat zal niet gaan? Zal het gaan, ja? Meneer Toch heeft gevraagd om hem om te bouwen en er een politiewagen van te maken. Hij, hij komt hem morgen al ophalen, want hij is op zoek naar die gestolen uh, Mercedes van de notaris.